Vandaag gaan we kijken naar de ziekste lifehacks in Minecraft. En we gaan ze ook uittesten of ze daadwerkelijk werken. En we hebben hier lifehack nummer 1. Hij plaatst de sticky piston. Hij plaatst daarna wat sneeuw. Hij doet een lever op de sticky piston. Hij doet een night vision potion op zichzelf. En boom, hij kan door dat gewoon overal alles kijken. Hij heeft een soort x-ray. Maar dan in Minecraft. Ik hoop zo dat deze lifehack gaat werken. Laten we het gaan testen. Oké, we hebben hier alle spullen dat we nodig hebben. We plaatsen daar de sticky piston. We hakken hier twee blokjes weg. We plaatsen het sneeuw. Let's go. Dan doen we nu de lever op de sticky piston. De potion gooien we op onszelf. En dan gaan we dan. Oh mijn god. Ik zit wel op een soort van manier verstopt, zoals je kan zien. Maar ik heb geen x-ray. Dat is wel een goede tactiek voor verstoppertje. Daar is de lifehack voor. Maar zoals je ziet, het werkt niet als x-ray helaas. Oké, dit is lifehack nummer 2. En dit is dus hoe je een soort van computer kan maken in Minecraft. Je doet dus deze constructie. En op deze manier krijg je, zoals je ziet, computerschermen. Kijk dan! Hoe vet is dat? En hij kan zelfs nog meer. Let op. Hij doet nu ook, volgens mij, wat gaat hij nu doen? Een toetsenbord, volgens mij, en dat soort dingen. Dit is wel heel dik dat dit gewoon kan. Kijk, hij heeft een toetsenbord met muis en twee beeldschermen gemaakt via Minecraft. Zou wel heel cool zijn als deze lifehack werkt voor de inrichting van mijn huis. Oké, dus eerste instantie moeten wij een muur maken van witte concrete. Ja, ik weet niet of per se deze blok hoeft te zijn, maar die gebruiken ze wel in een video. Dan plaatsen we twee armor stands hierop. Kijk eens aan, zo, op deze manier. Dan geven we die beide armor stands een schild. Waarom kan ik ze geen schild geven? Ik kan ze geen schild geven. Kijk, ik kan... Als ze wel deze hoedjes geven, maar schild lukt niet. Gaat het hier dan al gewoon fout? Of ben ik nu gewoon een enorme Minecraft noob? Ik weet het niet. Eén van de twee. Nou, in ieder geval, de toetsenbord zou dus dan wel moeten lukken. Dus dan hakken we dit zo weg. Dan plaatsen we deze twee hier. En dan plaatsen we hier op hun hoofden deze. Kijk, dat werkt wel. Oké, dan doet hij dus in eerste instantie doet hij dit. Let op. Zo, dat werkt. En dan doet hij dit ook. Zo, hoppa. Oké, dat werkt ook. En dan bouwt hij hier zo omhoog. En dan moet dit blijkbaar kunnen werken. Sticky piston zo, dit zo. En dan moet dit kunnen werken, denk ik. Nee, maar blijf zitten, blijf zitten. Het heeft een soort van gewerkt. Het lijkt er niet helemaal op. Het heeft een soort van gewerkt. Het ziet er wel een beetje, ja, het is ook heel cool dit. Maar het heeft niet echt gewerkt. De Minecraft Useful Lifehack. Oké. Wat gaat hij doen? Hè? Wat? Oké, nu gaat hij het bouwen. Hij plaatst hier... dit zijn... Oh, het zijn meerdere lifehacks deze video. Oké, nou, dan kiezen we er gewoon eentje. Blijkbaar kan je dus gewoon op TNT dat plaatsen. Maar als je dan dit doet, dan ga je niet dood. Oké, ik ben heel benieuwd of die lifehack werkt. Die eerste snapte ik niet, die tweede wel. Dus laten we die proberen. Oké, nou, eerste instantie even testen of we nu wel doodgaan. 3, 2, 1, ga ik dood? Waarschijnlijk wel. Broem, ja, je gaat dood. Oké, en dit is lifehack dat ervoor moet zorgen dat we niet doodgaan. Dus we doen dit. We plaatsen snel die steen. Oh, en dan doen we dit en... Oh mijn god, het werkt! Wow, dit kan je dus gewoon veel beter doen dan vluchten voor TNT. Echt, dit is een hele handige lifehack. Oké, hoe moet deze lifehack? Hij plaatst allemaal redstone. Oké, redstone blocks. En dan doet hij dit. Oké, wat gaat hier gebeuren? Hij zet de stands erop. Die geeft die shit. Hoppakee. Ah, op deze manier kan je een soort van twee poppetjes tegen elkaar laten vechten. Ik ben heel benieuwd of dit werkt. Oké, dus in eerste instantie deed hij de redstone op deze manier in de grond plaatsen. Daarna plaatst hij deze dingen erop. Zo, hopsakee, let's go. Dan de detector wheel erbij. Kijk eens. Ah, dan hier een blokje. En daar een blokje. En wat hij dan doet was zeg maar dit. En dan deze weer weg. En dan zo, en dan die weer weg. En dan een stone brick wall op beide dingen. Kijk eens aan, dit is de constructie. Dan moet ik nu die armor stands hierop kunnen plaatsen. Kijk, dat werkt. Oké, nice. Nou, dan moeten we nu die armor stands even iets geven. Maar ze kunnen geen wapens pakken in Minecraft. Dus we kunnen ze wel even dit een diamond chest leggen. Het is zo jammer dat je geen wapens kan geven. Volgens mij kan dat alleen in Bedrock editie of zo. En nu het enige wat we zouden moeten doen is snel deze plaatsen. En snel die plaatsen. En dan zouden ze in de minecarts moeten gaan. Misschien werkt dit wel in Bedrock Minecraft of een andere versie van Minecraft. Maar in deze nieuwe versie van Minecraft werkt het zo te zien niet. En dat vind ik best wel jammer, want het zou heel vet zijn. Nou, deze lifehack is helaas ontkracht. Gaat naar de volgende. En dit is blijkbaar een illegale lifehack. Ik ben heel benieuwd. Je stopt kool erin. Je laat het goud koken. Oké, hij heeft nu 3 goud. En nu een appel. En dan moet je op die manier een gouden appel krijgen, denk ik.
Dit gaat nooit meer. Als dit werkt, dan... Wat heeft hij nog meer? En hij doet nu een emerald erin. En dan die gouden appel erboven. En... Nee! Oké, dat kan misschien wel. Maar... ik denk dat dit niet gaat werken. Maar we gaan het proberen. Oké, daar gaan we dan. We stoppen de kool erin. En het raw gold. En nu is het zeg maar bezig. Dus nu moet ik volgens de video eerst 3 keer een gold ingot krijgen. Kom op, geef me de 3. En die hebben we nu. 3. Oké, dan haal je nu deze 3 eruit. En dan haal je de kool eruit. En dan stop je een appel daar. Maar ik kan niet eens een appel daar stoppen. Nee, dat gaat niet eens. Je kan niet eens een appel in dat vakje stoppen. Dus dit werkt. Niet. En op deze manier een totem of een dying maken, dat werkt ook niet. Dus deze life hacks zijn weer zwaar nep. Zijn er gewoon helemaal ingeluist. Laten we doorgaan naar de volgende. Misschien werkt die wel. Oké, ik heb er echt vertrouwen in dat deze life hack wel gaat werken. Oké, hij bouwt hier een cobblestone generator met heel veel redstone erbij. Ik ben echt benieuwd wat dit gaat creëren. Oké, nou dan dat. Dit zegt mij allemaal niks wat hij nu mee bezig is. Maar, oh shit! Oh, het is gewoon een soort van cobblestone generator, maar dan next level. Laten we hem gaan proberen. Ik ben heel benieuwd of deze werkt. Oké, we hebben hier het eerst alvast geplaatst. Hier moet dus die sticky piston komen. En dan komt hier lava. Nou, dan krijg je dus gewoon een cobblestone generator. Maar nu komt het bijzondere. Oké, dan moeten we hier een steen plaatsen. En dan moeten we op deze manier een repeater plaatsen. Oké, dan moeten we zo weer een repeater plaatsen. Zo, dit is lastig te begrijpen. Oké, dan plaatsen we hier heel veel sticky pistons op zeg maar deze manier. Zo, hopstakee, let's go. Dat lijkt me wel genoeg. En dit gaat dus een cobblestone generator worden, dames en heren. Oké, dan hakken we hier eentje eronder weg. En dan gaan we nu allemaal repeaters hier tegenaan plaatsen. Kijk eens aan, zo op deze manier. Oké, we gaan ze allemaal verbinden met redstone. En dan moeten we nu hier een redstone torch plaatsen. En werkt dit nou? Waarom werkt het niet? Heb ik hem 1 te klein gemaakt? Maar, oh, hier is iets fout gedaan. Ik heb hier wat fout gedaan, jongens. Oh mijn god. Sorry. Nou, weet je jongens, al zou die werken, dan zou dit gewoon niet werken. Dit werkt gewoon helaas niet. Ik kan er niet beter van maken. Ik heb echt mijn best gedaan om deze te laten werken, want ik wilde het zo graag. Maar ik krijg hem gewoon niet voor de praat. Misschien ben ik te doen. En weet je in de reacties hoe het wel moet. Dus laat me even weten in de reacties als ik iets verkeerd doe. En we gaan kijken naar de volgende life hack. En ik ben heel benieuwd of deze het wel doet. Wat gaat hij doen dan? Hè? Oh, wat? Op deze manier kan je dus blijkbaar bedrock hakken of bedrock krijgen. Als dit werkt, dan ben ik echt flabbergasted. Oké, ik heb hier de constructie gemaakt waarmee we dus de bedrock zouden kunnen hakken. Dus hier plaatsen we dus 1 TNT op. We moeten het hier nog even helemaal verbinden met redstone. En dat doen we op deze manier. Als dit gaat lukken, dames en heren, dan ben ik echt gewoon... Dan weet ik het ook niet wat me overkomt. Dan word ik helemaal gek. Laat ik het daarop houden. En op die slijmblok moet nog een lightning rod komen. Nou... Dat doe je op deze manier. Zo, hops. Oké, we hebben heel de constructie klaar om bedrock te hakken. En ik ben heel benieuwd of dit gaat werken. Boom. Oké. Wacht, deze gaat niet aan. Dat is een fout van mij. Weet je, dit is denk ik een te lange verbinding. Dat is het probleem. Oh, trouwens, hij deed het ook op deze manier. Dus dan kan ik het ook op deze manier doen. Hij deed eerst namelijk dit. En dan deed hij dit. En bij hem werkte dat dan. We pakken een flint en steel. En als het goed is, zou dus nu de TNT of de bedrock gehakt moeten worden. Maar ik denk dat dit keihard gaat beslissen. Ja, jongens, je kan gewoon geen bedrock hakken. Zelfs niet met deze lifehack. Ik heb alles geprobeerd, maar het lukt niet. En hier hebben we de volgende lifehack. Ik ben heel benieuwd wat hier gaat gebeuren. Hij maakt een soort van hele gare constructie met sticky pistons. En hij plaatst nu lava in het midden. Hij plaatst wat slijm eromheen. En op deze manier zou je er dus voor kunnen zorgen dat je een soort van vliegend lava kan glitchen. Ja, als dit werkt, zou wel een vette decoratie kunnen zijn voor je huis. Gewoon een vliegende lava. Laat het gaan testen. Ik heb hoop in deze. Nou, we hebben alle ingrediënten. We plaatsen hier dus een redstone blok. Dan plaatsen we zo een sticky piston. Kijk eens aan. En op deze manier een sticky piston. En dan hier nog wat slijm. En dan zo. Hopsakee. En dan kunnen we nu al het redstone weghakken als het goed is. Oké, dat hebben we gedaan. Maar zo te zien gaat het al helemaal fout. Oh, we hebben alles perfect gedaan. Waarom nou weer?
ver. Zo te zien werkt deze lifehack niet. Verdomme, waarom werkt die nou niet? Oké, ik ben benieuwd naar de volgende lifehack. Hij plaatst 4 bomen. Hij gooit er materiaal op. En hij heeft zo een bomen. Nee, dit kan niet werken. Als dit werkt, dan word ik echt helemaal gek. Oké, ik heb precies wat hij heeft. 4 jungle saplings. Nou, pleuren we dit er allemaal zo bovenop. Zo, op. Oké, ik zat nog iets dichterbij. Gooi trouwens dat. Kijk eens aan. Het ligt er letterlijk in. En nu met boommeel. Als ik het dus nu laat groeien, dan zou ik een boomhut moeten krijgen. Nou, als dit werkt, dan word ik helemaal gek. Nee, het werkt niet zoals je ziet. Letterlijk, mijn spullen die gaan weer naar de zijkant. Met deze spullen kan je wel een mooie boomhut bouwen. Dat kan je wel doen. Maar ja, dat wisten we al. Infinity Diamond. Nou, als deze lifehack werkt, dan word ik helemaal gek. Huh? Nee, nooit. Nee, nooit. Nooit, nooit, nooit dat dit werkt. Oké, laten we eerst eens kijken of we daadwerkelijk een diamond ore kunnen craften. Oké, daar gaan we dan. Kunnen we een diamond ore craften? Is dat überhaupt al mogelijk? Nee. Dat kan niet, dat kan niet. Dus heel deze lifehack, die kan ook niet. We kennen geen diamond ore craften. Daar gaat het al fout. En als je een mod installeert dat je een diamond ore kan craften, dan werkt deze lifehack hoogstwaarschijnlijk wel. Maar in het echte Minecraft helaas niet. De beste Minecraft lifehack. Oké, lava. En op deze manier kan je dus zien... Oh, deze werkt denk ik wel hoor. Op deze manier kan je letterlijk zien wat er onder de lava gebeurt. Ik denk dat deze wel werkt. Laten we het gaan testen. Oké, zoals je ziet heb je hier een pool met lava. En laten we gaan kijken of dit werkt. Oh my god. God, dit werkt? Oh, kijk, kijk, daar zijn de diamonds. Kijk, kijk, kijk. En oh, je kan er zelfs meerdere op elkaar plaatsen. Maar kijk, nu kan je letterlijk erin gaan. Het lava stroomt niet eens. En je zou nu, ja, een pickaxe kunnen pakken dus. En gewoon de diamonds kunnen hakken. Zelfs al hak je de diamonds, zie je dat het niet gaat. En die trapdoors, die vliegen ook niet in de fik. Zoals je ziet, het gras, ja, die vliegt in de fik. Maar de trapdoors vliegen niet in de fik. Wat raar is, want de trapdoors zijn van hout. Dus die zouden juist in de fik moeten vliegen. Maar zoals je ziet, dit is gewoon echt een top lifehack. Wow. Zo kan je dus altijd even, als je gaat minen, wat trapdoors meenemen. En dan kan je dus gewoon checken of er onder de lava misschien iets leuks ligt. In ieder geval, dit waren de lifehacks voor vandaag. Een goede vriend van mij, Giel, die test ook heel vaak lifehacks. En hij doet het misschien nog wel beter dan ik. Dus check zeker deze video. Ik gun hem even een paar views. Klik nou gewoon op die video. Hij doet het beter dan ik. En ik heb het geïnspireerd op hem. Dus hij verdient jouw view dan ook. Als je nog nooit zijn video's hebt gezien in ieder geval, klik hem op deze video. En dan zeg ik zoals altijd, mik.